Hi, ik ben Heibo Lantink en ik ben de algemeen directeur van de Nieuwe Zorg Thuis. Wat ontzettend leuk dat jij hebt gekozen voor de Nieuwe Zorg Thuis als werkgever. En wat ontzettend goed dat je deze e-learning volgt. Binnen deze e-learning leer je namelijk niet alleen hoe zorg ik nou goed voor de cliënten van de Nieuwe Zorg Thuis, maar je leert ook onze prachtige organisatie kennen. En zoals we altijd zeggen binnen onze organisatie, een nieuwe dag, een nieuwe lach, een nieuwe zorg. Ik heet jou welkom bij jouw nieuwe thuis. Heb jij toevallig ons bedrijf al eens gegoogeld voordat je je bij ons aanmeldde als huishoudelijke hulp? Dan weet je misschien al het een en ander over ons. Maar voor de zekerheid willen we ons in deze video toch nog even goed aan je voorstellen. Je hebt inmiddels vast wel wat vragen. Zoals, wat staat mij de komende tijd te wachten? Bij wie kan ik terecht voor vragen? En bij welke cliënten kom ik over de vloer? Om jou al een beetje wegwijs te maken, hebben we deze videotraining gemaakt. De komende 10 minuten krijg je informatie over zaken als je takenpakket, je rooster, je contactpersoon en natuurlijk ook over ons als organisatie. De Nieuwe Zorg Thuis is dé thuiszorgorganisatie op het gebied van het leveren van hulp in het huishouden en begeleiding bij veel gemeenten in Nederland. Onze missie is om de cliënt langer zelfstandig in eigen huis te laten wonen. De zorgvraag van de cliënt staat centraal in onze persoonlijke dienstverlening. Het contact bij de Nieuwe Zorg Thuis is persoonlijk. De cliënt heeft één vast aanspreekpunt bij ons op kantoor. We vinden het belangrijk dat de hulp wordt geleverd door mensen uit de regio. Wij doen er dan ook alles aan om zoveel mogelijk een vaste hulp thuis te laten komen. Iemand die vertrouwd is met de situatie van de cliënt en de omgeving. Als huishoudelijke hulp voer je huishoudelijke taken uit bij de cliënten thuis. Dit wist je waarschijnlijk al, maar misschien ben je benieuwd naar wat je precies moet doen. Bij je werkzaamheden moet je denken aan stofzuigen, dweilen, reinigen en het schoonhouden van de woonkamer en de slaapkamers. Maar ook de keuken netjes houden, de badkamer soppen en de wc boenen. De cliënt geeft zelf aan welke taken er liggen op de dag dat jij er bent. Je mag natuurlijk ook altijd even vragen wat er nodig is. De schoonmaakmiddelen die je gebruikt hoef je niet zelf mee te nemen. Die zijn al aanwezig bij de cliënt. En belangrijk om te onthouden, bij elke nieuwe ruimte die je schoonmaakt, moet je een schoon doekje gebruiken en een nieuw sopje maken. Er zijn ook werkzaamheden die niet onder jouw taken vallen. Zoals de ramen buiten, de zolder opruimen, tuinieren, het verzorgen van huisdieren, het verzorgen van planten, het balkon schoonmaken of gezellig een kaartspelletje doen met de cliënt. De Nieuwe Zorg Thuis is lid van Diversity Charter. Dit betekent dat we diversiteit binnen de organisatie stimuleren. Wij respecteren alle vormen van geloofsovertuiging en alle seksuele geaardheden. Jij respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat de cliënt je toevertrouwt, blijft tussen jullie. Tenzij de veiligheid van de cliënt in het geding is. Wanneer de cliënt je vanwege de vertrouwensband wil belonen met bijvoorbeeld cadeaus of geld, behoud je altijd je professionaliteit en weiger je dit beleefd. Over de resultaten die je moet behalen, spreken we het volgende af. De hulp die een cliënt krijgt is afhankelijk van de situatie en persoonlijke leefomgeving. Het resultaat is dat de cliënt een schone woonkamer, keuken, sanitaire ruimtes, slaapkamer, gang, trap en schone kleding heeft. Maar wat verstaan we nou eigenlijk precies onder schoon? We hebben het over schoon en leefbaar als alle ruimtes schoon en opgeruimd zijn. Iedere cliënt heeft een eigen werkplan. Dit vind je bij de cliënt thuis. Dit is een boekwerk waarin staat beschreven welke taken er bij de cliënt uitgevoerd moeten worden. In het werkplan staan doelen beschreven. Niet alleen voor jou, maar ook voor de cliënt zelf. Een doel voor de cliënt kan bijvoorbeeld zijn dat hij of zij zelfstandigheid ontwikkelt door bijvoorbeeld zelf de afwas te doen. Als vakantiekracht is het ook jouw taak om het werkplan in te vullen en bij te houden. De Nieuwe Zorg Thuis biedt verschillende producten aan de cliënten. Je komt alleen over de vloer bij cliënten die verschillende lichamelijke klachten hebben, maar kan nog wel zelf goed de regie voeren. Als het goed is, heb jij al een mail ontvangen van onze afdeling personeelszaken. Daarin stond een inlog voor het programma ONS. Dit is het planningssysteem waarmee wij werken. Via ONS kun je straks je rooster vinden. En, ook heel belangrijk, hier vul jij je gewerkte uren in. Voordat je aan de slag gaat, neemt onze planner nog even telefonisch contact met je op. Zo hebben wij er straks goed zicht op wanneer jij beschikbaar bent en wanneer niet.
Je kan dan samen met de planner je rooster doornemen. Deze planner blijft trouwens jouw contactpersoon tijdens de hele periode die je voor ons werkt. Log regelmatig even in om je rooster te bekijken. Dan weet je precies wanneer jouw cliënt je verwacht. Ik zei eerder al dat jij in ONS je werkuren moet controleren. Deze onderteken jij in de app. De planner controleert deze en bij akkoord worden je uren uitbetaald. Je bent nu aan het einde gekomen van deze e-learning. We hopen dat je nu al een beetje het gevoel hebt dat je ons hebt leren kennen. Ben je klaar voor de toets? Als je de toets hebt gemaakt, krijg je binnen 1 week een uitslag van ons. Als je geslaagd bent, ontvang je een digitaal certificaat die in de app te vinden is. Ik wens je heel veel succes en heel veel werkplezier. Hopelijk voel je je snel thuis bij ons.